Ieder moest wel mannen die gindernis 5 en 6 goed doen. Dat wordt dan Ruben Oosterling en Freddy Moons met de tandem. Die gaat naar nummer 4. Voor dit kruis, eerste tijd, gindernis 4, 83 seconden. Dames en heren, kijkt u maar even naar deze dubbelspanmenner die voorbij komt. Was de beste in de indoor men finale in Gent. En had nu het snelste tijd in de internis 5. Tweede in 2. En ook een super tijd, 51-96. Tweede tijd in de 6. Een applausje voor Dries de Griek. Dus voor Dries de Griek wel degelijk de tweede tijd in de internis 6. En 51-96. En die polsen in snel zijn. En er is 400 tussen Rubon en er is met zijn tanden. Vier witte PK's. Peter van den Aulam nu. Die staat dus voorlopig in de vierde plaats. Nu met de beste. Snelste tijd gelopen bij het Wiesbaden in de Schedert was 83 seconden. Dat was een avond in het huis die nu in hindernis 3 kunt zien, de kapel. En in de TLT.